Mijn naam is Faye Laurens, ik ben 38 jaar, moeder van 2 kinderen. En ik vind mezelf vooral een motivator. Voor 2012 leefde ik het leven altijd gewoon doen waar ik zin in had. Maar vooral alles eten wat ik lekker vond. Heel veel ongezonde dingen, heel veel alcohol. En in 2012 heb ik meegedaan aan Expeditie Robinson. En toen dacht ik, toen ik terugkwam was ik 11 kilo afgevallen. Toen dacht ik eerst, oh mooi dun. Maar toen kwam er 1 kilo per dag bij, ook aan vocht. En toen werd ik 15 kilo dikker. En toen dacht ik, ja, nu ga ik het een keer op een gezonde manier anders doen. Toen ontstond My Killer Body Motivation, een Instagram account. Als ik mezelf vergelijk met voor die tijd, voor 2012 en nu, was ik op dat moment veel oppervlakkiger ook. Maakte ik me heel erg druk om materiële dingen en de buitenkant. Nu geniet ik veel meer van kleine dingen in het leven. Een wandeling met de hond. Ook als ik niet helemaal in shape ben, kan ik nog steeds tegen mezelf zeggen, Faye, je ziet er hartstikke goed uit, je hebt het hartstikke goed gedaan. Ik ben nu wat voller, zeg maar, als 2 jaar geleden. En als dat in 2012 was geweest, had ik meteen, lelijk. En nu denk ik, nee, ik ben gewoon gelukkig en nu ben ik wat voller en nu heb ik wat putjes in mijn billen, nou, so what, weet je wel. En ik zeg altijd, elke dag is een nieuwe dag en een nieuwe kans om opnieuw te beginnen. Dus wat je gisteren deed, was gisteren. Je bent nu in het nu, dus je kan vandaag gewoon weer opnieuw beginnen. Ik heb eigenlijk geen cheat day, maar wel eens een cheat meal, best wel vaak eigenlijk. Dus een cheat meal is eigenlijk dat je 1 keer gewoon iets lekkers eet op de dag, wat je heel lekker vindt. Maar een cheat day zorgt er eigenlijk voor dat de rest van de week waarin je hebt opgelet, eigenlijk voor niets is geweest. Dus ik ben geen voorstander van een hele dag alles eten waar je zin in hebt, maar wel van lekker een keer eten waar je zin in hebt. De meest gestelde vraag die ik krijg is, hoe blijf je nou gemotiveerd of hoe word je weer gemotiveerd? Ik denk dat ik daar de oplossing wel voor heb. De meeste mensen zoeken het namelijk in wat ze niet willen. Ze willen niet dik zijn, maar wat doen ze? Naar hunzelf kijken, zeggen dat ze dik zijn, zeggen dat ze lelijk zijn. Wat geeft dat je? Een ongelukkig gevoel, die gedachte over jezelf. Wat doe je met een ongelukkig gevoel? Je gaat eten. Dus het is een vicieuze cirkel. Wat ik denk dat je moet doen, is focussen op wat je wel wil. Dus het resultaat. Dus je focust je op het lichaam, geest, gezondheid, fitheid. En dan ga je daarvoor. Dus dan ga je je doel achterna. Dus denk niet als je op de bank zit, oh, ik heb geen zin in die sportschool, ik moet er naar heen rijden, het regent, ik heb het koud. Nee, denk, ik wil die platte buik. En als je denkt aan die platte buik, dan krijg je zin om te trainen. Geniet van de film, laat je inspireren en go for it.